Ons land was ooit het mooiste land ter wereld. Met eigen grenzen, een eigen cultuur. We gaven ons geld uit aan onze eigen mensen. Er was fatsoenlijke zorg voor onze ouderen. En op straat struikelde je niet over hoofddoekjes of etterende, sissende Marokkaantjes. We hadden een sterk, eigenwijs en vooral trots land. Geen angst voor terreuraanslagen. Geen corrupte allochtonen bij de politie. Niemand, niemand kreeg ons kapot. We waren soeverein. We namen onze eigen beslissingen. We waren de baas over ons eigen land en onze eigen grenzen. Er waren geen moskeeën in onze steden. Nederland was Nederland. En hoe anders, mevrouw de voorzitter, hoe anders is het vandaag? Wat is ons land vreselijk te grabbel gegooid? Wat zijn onze belangen verkwanseld? Heel veel Nederlanders zijn vreemden in hun eigen land geworden. De heer Pechtold. Voorzitter, dat ideaalbeeld van vroeger, over welke periode heeft de heer Wilders het dan? Nou, in ieder geval in de periode voordat u in de politiek zat. De heer Pechtold. Voorzitter, dus dan hebben we het voor 2000, ja, voor de lokaal... Voor 1850 ongeveer. Voor 1850 was de heer Wilders erg tevreden hoe wij met onze ouderenzorg omgingen. Dat heeft u uit de boekjes gelezen, hoe je dan als weduwe bij de kerk een gulden kreeg om met je kinderen de week door te komen. Hoe er onzekerheid was in dit land of er weer een buitenlandse macht binnenviel, want Europa was zwaar verdeeld. De sociale voorzieningen, ja, in Veenhuizen, zoals een van mijn bed-overgrootvaders, die weduwnaar was en die daar naartoe werd gebracht. Dat was het ideaalbeeld. Meneer Wilders, toen we nog onze kolonie hadden, Indonesië, met miljoenen moslims daarin, onder onze verantwoordelijkheid. Is het dat beeld of zit ik ernaast? U zit er naast. Het beeld is het beeld van het Nederland dat Nederland was. Dat niet zijn soevereiniteit had overgedragen aan de Europese Unie. Dat nog ging over zijn eigen geld. Dat de baas was over zijn eigen begroting. Dat zelf ging over zijn eigen grenzen en immigratiebeleid. Een land dat zelf bepaalde wie ze binnenliet in een huis en wie niet. Een sterk land. Een land waar ook geen islam zijn intrede had gedaan. Een land waar we trots waren op onze eigen identiteit. En door mensen als u, meneer Pechtold, u bent er misschien wel het grootste prototype van, hebben we dat allemaal weggegeven. Weten we niet meer wie we zijn? Zijn we niet meer de baas over ons eigen land? En hebben we de islam bijna voor heilig verklaard? De heer Pechtold. Ja, voorzitter, zo zie je maar dat het van belang is dat het geschiedenisonderwijs in dit land bij dit kabinet veel aandacht krijgt. Ik ben blij dat de premier het zelf ook in zijn lessen maatschappijleer aan de nieuwe generatie, wij zelf, de heer Wilders en ik, hebben die kans niet gehad om les te hebben van een premier, maar dat het zo ongelooflijk belangrijk is om onze identiteit en nationaliteit niet tot een soort eenheid van de eeuwigheid te verklaren. Want juist de vooruitgang, juist de verandering, juist dat je niet meer zorgen hoeft te maken of een grens wordt binnengevallen, maar dat je als continent daar samen afspraken over kan maken en daardoor je welvaart vergroten. En voorzitter, inderdaad, het is elke keer toch weer even die islam, hè? Het is die islam. Niet even. Maar het is elke keer bij de heer Wilders die islam. Maar inderdaad, dat land ook van uw voorouders, Indonesië, het grootste moslimland ter wereld, was toen door ons onderdrukt. En nu, ja, gaan we op een andere manier wereldwijd met geloof om. Maar juist die verandering maakt ons krachtig. Juist van bedreiging en kans maken maakt ons krachtig. En ik vind het wereldbeeld van de heer Wilders zo somber. Het lijkt me zo moeilijk om 's avonds in slaap te komen.